Ruud, de simpele verklaring dat je vandaag geen punt pakt of meer, is eigenlijk omdat je vrijheid niet hebt. Nou, die had wel meegeholpen, denk ik, voor wat meer aanvalsdrang en gevaar. Dan kan je variëren, zeker als je zo in een 16 komt te spelen. Ja, dan is hij wel degene die een bal terug kan leggen of kan scoren. Die ook een muur kan slopen. Ja, dat bedoel ik er eigenlijk mee. Zij gingen heel ver terug, was ook mede door het spel van ons. Maar ja, daar heb je wat stootkracht nodig. Ik probeerde nog met Marius wat meer oorlog te brengen, maar ja, met een Thomas kan je daar veel meer. Tegelijkertijd moet ik ze niet tekort doen, want we hebben best wel de mogelijkheid gehad om een doelpunt te maken. Ja, maar ik zeg het ook niet om iemand tekort te doen, maar het spel van ADO is eigenlijk op Verheid afgestemd. Nou, niet alleen, want we hebben ook zonder hem, toen hij nog niet fit was, punten gehaald en wedstrijden gewonnen. Maar hij is een hele belangrijke schakel, daar ben ik wel met je eens. En zeker als je nu de wedstrijd hebt gezien, kan hij zo'n wedstrijd openbreken. Is voor jou dan confronterend dat je het op een andere manier tegen deze tegenstander eigenlijk niet kan? Nou, dat je inderdaad wel aan de bal goed kan zijn en hun terugdringt, maar dat je eigenlijk te weinig wapenfeit hebt om echt die goal te maken. We waren wel dichtbij bij de 1-0 achter en ja, ik denk wel dat we goed in de wedstrijd zaten, maar dan kom je net die stootkracht tekort van een bepaalde speler. Nou, ik vond wel, er zitten wel jongens aan te komen als je kijkt naar Kiesna. Dat zijn ook wel jongens die iets open kunnen breken, die technisch vaardig zijn, het overzicht hebben. Ja, oké, dat is het in een wedstrijd waarin een tegenstander heel erg teruggetrokken speelt, waar jij zegt in de 16e muur. Ja, dan moet je ook anders kunnen spelen. Hoe wil je hem gaan gebruiken? Hij komt eraan, Kiesna. Hij laat vandaag dingen zien, dat moet jij als trainer ook bekoren. Ga je hem in de as gebruiken, aan de flanken? Nou ja, goed. Je hebt ook gezien dat hij best wel creatief is. Ik heb hem bewust op rechts gezet, omdat ik hun linksback niet zo geweldig vond. Nou, dat zag je ook met het schot. Hij heeft een schot naar de verre hoek. We hebben natuurlijk geen lengte, dus in de combinatie. Hij is creatief met een steekbal. Dus hij kan zowel achter de spits als op rechts. Maar goed, je weet ook dat hij vanuit links kan spelen met zijn voorzetten. Het belangrijkste is, wat hij net ook aangaf, dat hij gewoon fysiek sterk moet worden. Dit waren echt zijn eerste minuten. Nou, dat heeft hij voetballend door zijn inzicht prima gedaan. En wat is zijn max op dit moment? Je brengt hem na 60 minuten. Is dat ook de max of had hij eigenlijk een kwartier moeten spelen? Nee, dat denk ik wel. Misschien zelfs minder, want het zijn echt zijn eerste minuten. Maar goed, hij traint wel hard. Ik denk in zo'n wedstrijd dat je de meeste winst haalt. En dat geeft hem ook, denk ik, vertrouwen wat hij heeft laten zien. Nou oké, laten we daarvoor beduren. Dus dan hebben we ook de mogelijkheid om echt wat te gaan doen. En dan kunnen we dus ook sterker worden, denk ik. Tot slot, hoe ernstig is het met Boy Kemper? Ja, die is er wel even uit, denk ik. Die heeft zijn hamstring greep die aan. Morgen bekijken in hoeverre. Ja, meestal als iemand zo grijpt, dan ben je wel even kwijt. En dat is ook natuurlijk een aderlating. Maar goed, dat gebeurt. Dat is het hele seizoen door, denk ik. Ja, maar jij je Breinburg niet, Klas nu weer geschorst. Ja, ja, ja. Ja, het zijn jongens die normaal gesproken de kernspelers zijn. Laten we hopen dat Thomas komt er sowieso bij. En dat Greg misschien even tijd nodig heeft. Maar goed, Boy zijn we kwijt, dus moeten we even puzzelen. Maar in de aanvalslinie worden we wel sterker.